Er is al heel veel gezegd en geschreven over de mondmaskers. Voor testaankoop het signaal om eens te gaan kijken hoe die kwaliteit van die mondmaskers precies is. En we hebben moeten vaststellen dat heel wat maskers die op de markt beschikbaar zijn, niet voldoen aan de norm. Vandaar vragen we aan de fabrikanten om hen te verplichten om de kwaliteit te gaan garanderen. We vragen ook aan de overheid om de kwaliteit van de maskers te gaan controleren en de mensen te sensibiliseren om hun masker ook correct te dragen. We hebben voor de drie types maskers eigenlijk concreet gemeten hoeveel deeltjes de maskers tegenhouden en hoe comfortabel ze zijn, dus hoe makkelijker je er kan door ademen. In theorie zijn de medische wegwerpmaskers van een betere kwaliteit dan de stoffenmaskers. Maar wat we in het labo wel al gezien hebben, is dat ook stoffenmaskers eigenlijk kunnen voldoen aan diezelfde hoge eisen als wegwerpmaskers. In België is het meest gebruikte masker vandaag het stoffenmondmasker. Het is niet evident om daar regelgeving van terug te vinden, maar belangrijk is voor de consument om eventueel te kijken of de verpakking of er geen normering op staat. En voor België is dat de NBN-norm. En dan is de consument zeker dat hij een minimum aan kwaliteit koopt. We zullen spijtig genoeg nog lange tijd met dit vervelende virus te maken hebben. Het dragen van een mondmasker is daarbij dan ook cruciaal. Testaankoop zal de kwaliteit blijven opvolgen en zal u ook blijven informeren.